Yo, what up gasten? En daar ben ik weer, knallend op jouw beeldscherm. We gaan het nu een keer hebben over de vakantie. Want die is weer voorbij, gelukkig maar toch? Kunnen we met z'n allen weer eindelijk naar school heel veel dingen leren voor later en dat we allemaal later een goede baan krijgen? Zeggen onze leraren. Maar Banjo Legioen, hoe was jullie vakantie? De mijne was gebruikelijk. Ik ben op vakantie geweest, heb gechilled en heb vooral veel tv gekeken. En je kent het wel, in de zomervakantie is er nooit wat leuks op tv. Ik ben Gordon. Jij bent kut. Jij bent kut. Jij bent kut. Jij bent kut. Jij bent homo. Jij bent kut. Godverdomme Pio, wat zie jij er geil uit. Hé, dankjewel meneer. Ik heb een goede broek aan. Godsamme Pino, dat mag je wel zo zeggen. Is dat zo'n Miley Cyrus broekje? Ricky, ik, Ludo, uit goede tijden, slechte tijden moet jou wat vertellen. Wat is het dan? Ik ben een keiharde homo. Welkom terug bij RTL Boulevard. Laat vooral eerst beginnen. Braard, Patty, hoeveel heb je dit weekend gedronken? Zou ik je dat vertellen? Niks. Zo nuchter als dat, dus haren van... Ik ben Paul van Kuiklas en zit graag sterretje. Wil je dat jouw sterretjes flink gaan betesten? Bel me dan op. Naast tv kijken heb ik mezelf ook vermaakt. En dat klonk weer heel fout. Er zal ooit een banjo movie komen waar niks fout klinkt. Geloof je het zelf? Ik heb deze zomervakantie ook heel veel gechilled. Alleen niet met mijn vrienden, want die heb ik niet. Maar nu even serieus. Deze hele zomervakantie heeft het geregend. En misschien heeft God eindelijk naar ons geluisterd. Want we klagen altijd in de zomer dat we dorst hebben. Nu geeft God ons water en is het nog steeds niet goed. En over de regen gesproken, dat heeft bij mij gezorgd voor een heel groot misverstand. Hey kerel, ik ben thuis. Welkom terug man, was je gisteren echt lekker nat of... Ja, ik was gisteren kledder nat door de regen. Oh ja, en wie is die regen dan? De regen uit de lucht, weet je wel. Oh, dus meneer heeft een triootje gehad met de regen en de lucht. Wat? Ga je vreemd? Hoe durf je dat voor mij? Oké, klopt. Nee, wacht, ga niet weg. Je moet nog koken. Nu kan ik voor mezelf gaan koken. Oké, ik heb nu net gedaan alsof ik een relatie heb met mezelf. Als dat geen dieptepunt is op YouTube, ik weet het niet. Even applaus, jongens. Applaus. Nieuw dieptepunt op YouTube. Maar tegenwoordig klopt het allemaal sowieso niet meer. In februari sneeuwt het en in december regent het. Terwijl in mei de zon juist schijnt. Het lijkt tegenwoordig wel een soort van staatsloterij. Met een beetje geluk win jij de zomer. Niemand weet wanneer de sneeuw, zon of regen is. Het is gewoon afwachten en hopen op geluk. En trouwens, sowieso, al die mensen bij de staatsloterij mogen dood. Je snapt me niet, hè? Kijk even naar dit voorbeeld. Ja, ik ben nu al 10 jaar lid en puur vanwege de goede doelen. Het gaat me niet om de prijzen of wat dan ook. Het gaat me om het gevoel dat ik andere mensen in de wereld kan helpen. Nou mevrouw, dan heb ik bij deze voor u de welbekende gele envelop. Voor mij? Nou, even kijken. Oh mijn god. 1 miljoen euro. Dit kon ik net gebruiken voor mijn derde jacuzzi in mijn achtertuin. Dit is echt hartstikke fijn. Nou mevrouw, aangezien u nu 1 miljoen euro heeft gewonnen, gaat u dit ook geven aan een goed doel? Nee, wat denk jij nou? Ik hou het echt mooi zelf. Hé, hey, bedankt voor het geld, hè. Hey, later. Losers. Maar dat was in ieder geval alles wat ik te melden had over de zomer. Laat in de reacties hier beneden achter hoe jouw zomer was. Of laat in de reacties hier beneden achter wat ik de volgende keer moet doen. Waar moet ik het de volgende keer over hebben? Gasten, vergeet deze video niet te delen via Hives, Facebook, Twitter, MySpace is dood. MSN, Hotmail en de rest van alles wat er bestaat. Google Plus desnoods, doe het. Over Facebook gesproken, ik heb ook Facebook aangemaakt. Check de beschrijving. Daar staat mijn link, voeg me lekker toe. Hetzelfde geldt ook voor mijn Twitter en mijn Hives. En deze keer ga ik bananen redden. Voor elk groene duimpje ga ik een aap slaan. Of ik eet gewoon nog een bever. Of nog beter, ik sla elke winnaar van miljoenenjacht. Het kan allemaal. En wat ook allemaal kan is abonneer op mij hierboven. Dat is echt heel cheesy dat ik het zo heb gebracht. Sorry. Als ik mijn handen op de camera heb gedaan zie je 6 video's. Klik er lekker op door. Kijk nog meer banjo movies. Ja. Dus abonneren, groen duimpje en delen. En gasten, ik check jullie later.